Hallo, ik ben Kwam Pierik, ik doe vakexpert voeding en voorlichting en ik loop nu stage bij RF Slenderbroek in Zwolle. Nou, we hebben een melkveebedrijf en van een deel van onze melk maken we onze eigen zuivelproducten. Ja, we maken melk, karnemelk en kefir en we maken yoghurts en we maken ook allerlei soorten vla. Hoor je het? Ja, hier gaat hij even. Gaat die hele land ook even mooi in het reinigingsmiddel. Ja, mijn werkzaamheden zijn door de week best wel verschillend, maar vooral op maandag en dinsdag heel drukke dagen, dan ga ik de flessen stickeren en dan ga ik de melk en de zuivelproducten ga ik vullen en dat gaan we dan netjes in de koeling zetten en dat is dan klaar voor de verkoop. Hier in een grote ketel zit de melk in, daar pompen we het door de machine heen en dan vullen we het hier bij de flessen. Nou, ik vind het wel leuk om te zien hoe de producten worden gemaakt en dat je zo actief mee bezig bent en ziet gewoon hoe het product tot stand komt. Ja, op deze lijst houden we bij de datum dat we het geproduceerd hebben, de hoeveelheid product met de beide houdbaarheidsdatum. Ja. Nou ja, wanneer een stagiair hier binnenkomt, in het begin ga je met begeleiding gaan we dat samen oppakken. En naarmate we merken dat ze meer zelfstandig kunnen doen, krijgen ze steeds meer zelfstandigheid. Nou, het is gewoon heel fijn. Je mag zelfstandig je dingen doen. En als je bepaalde dingen niet weet hoe het moet, dan legt het altijd mooi uit. En dan weet je voor de volgende keer, zo moet het, zo zit het in elkaar. Zodat je zelfstandig gewoon je dingen kunt doen.